kampioenschap tweede en Marion van den Berg op het Nederlands kampioenschap derde. Geef deze dames nog even een applaus en natuurlijk de winnares Sharon van Rabbendaal. Je krijgt van Paul van der Heuvel de bloemen en de envelop met inhoud. Dan gaan we verder met het volgende programma onderdeel. Dames en heren, de finale 100 meter schoolslag heren Paralympisch. Een zeer sterk veld met een aantal uitstekende zwemmers op dit nummer. Op baan 1, lane 1. The Brazilian Paralympic team, Adriano de Lima. Baan 2, lane 2. Also Brazilian Paralympic team, Roberto Rodriguez. Op baan 3. Vanmorgen in een solo race, 1:19:06. Een Europees record, Simon Boer. Op baan 4. Olympisch bronswinnaar op dit nummer in zijn klasse, Mark Evers. Op baan 5, lane 5, van het Braziliaanse Olympisch team, from Brazil, Guilherme Silva. Op baan 6, van het Nederlands Paralympisch team, vanmorgen zat hij heel dicht bij de EK-limiet, Tim van Duren. Op baan 7, lane 7, from Sweden, Karl Forsman. En op baan 8, van het Nederlands team, de Olympische winnaar van goud op de 50 meter, Michael Schoenmaker. Take your marks. Honderd meter schoolslag Paralympisch, dames en heren, met inderdaad een sterk deelnemersveld. Simon Boer, Europees record van morgen. Hij had een beetje pech met de start, maar daarna kreeg hij een revanche. In zijn eentje dan een Europees record zwemmen. Dat zijn prestaties van wereldklasse. Hij zwom ook de EK-limiet op deze afstand voor het Paralympisch EK hier in Eindhoven 2014. En dat is dan dat Paralympisch EK dat van 4 tot 10 augustus wordt gehouden. En dat gaan we kijken wat dat betekent hier voor deze wedstrijd. Aan de leiding Mark Evers, die ook al hele goede zaken doet tijdens deze Swim Cup. Hij heeft het natuurlijk al goed gedaan, nieuwe records gezwommen. En we gaan kijken wat dat vandaag gaat zijn op deze afstand. En dat zou een hele mooie afstand zijn. Heeft de EK-limiet al op zak, dames en heren. En hij tikt nu aan een 1:09:64. Mark Evers. En u weet het, hebben de tijden zeggen niet altijd iets. Maar de tweede tijd is 1:17:10. Guilherme Silva. En de derde tijd 1:19:15. Tim van Duren. We kijken of we dadelijk ook meteen de uitslag in punten krijgen. Want dat bepaalt uiteindelijk de rangschikking. De punten worden bepaald in de afstand van het wereldrecord. Hoe dichter je bij het wereldrecord zit, hoe beter je rangschikking. Alle zwemmers zijn binnen, dames en heren. Dan maken we de einduitslag op. En kijken we zometeen naar het scorebord. En dan zien we dat Simon Boer gewonnen heeft. 8:09:46.